ga je om met een demonstratie van je tegenstanders? Jongere organisaties van linkse partijen in Nijmegen hebben een ludieke manier gevonden om tegengeluid te bieden aan Pegida. De uit Duitsland overgewaaide actiegroep die zich verzet tegen de islam en de opvang van vluchtelingen gaat op zondag 26 november demonstreren in Nijmegen. Pegida gaat een mars lopen door de binnenstad en de jongere afdelingen van de SP, GroenLinks en de PvdA gaan daar een sponsorloop van maken. Zondag 26 november komt Pegida in Nijmegen. Ze zeggen dat ze een mars door de stad gaan lopen vanaf 1 uur vanaf het Joris Iversplein. En dan gaan ze hun boodschap door de stad verkondigen. Pegida is tegen de islamisering van Nederland, tegen vluchtelingen, tegen de verdere islamisering van Nederland. Ik ben al van rood en verder doe ik nog mee dwars van GroenLinks en de jonge organisatie van de Partij van de Arbeid, JS. En we hebben het idee voor een sponsorloop, genaamd Gelijk op Straat. Dus we gaan per Pegida-lid wat meedoet, gaan we een geldbedrag inzamelen. En dat geldbedrag dat we ophalen gaat naar Vluchtelingenwerk Nederland. En tot op heden hebben we al, staat het bedrag per Pegida-lid al op 27 euro. Dus per Pegida-lid wat er komt, wordt er nu al 27 euro opgehaald voor Vluchtelingenwerk Nederland. Dan blijft er wel een dilemma over. Liever de Pegida-demonstratie afschrikken of liever veel demonstranten en daarmee veel geld ophalen voor vluchtelingenwerk? We hebben ook eens horen als mensen op straat aanspreken, die zeggen dan van ja, ik vind eigenlijk heel goed wat jullie doen en veel enthousiasme voor de actie. Maar wat nou als er geen Pegida-leden komen? Dan gaat er geen geld naar vluchtelingenwerk. En mensen kwamen met het idee van ja, ondanks dat er misschien 0 Pegida-leden, wil ik toch gewoon een vast bedrag gaan sponsoren. Dus ondanks dat er misschien 0 Pegida-leden komen, ik wil toch zeg maar 20 euro geven wat naar vluchtelingenwerk gaat. Dus zo omzeilen we eigenlijk het dilemma en zorgen ervoor dat ondanks dat het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen, ondanks dat er mogelijk geen leden van Pegida zijn, dat we toch geld ophalen. Door deze actie is er al een vast startbedrag opgehaald. Zelfs als er geen demonstranten naar Nijmegen komen, gaat er ruim 300 euro naar vluchtelingenwerk.